Ja, sommige leerlingen hebben genoeg aan het schoolwerk wat ze aangeboden krijgen. Maar andere leerlingen zoeken toch even net wat meer uitdaging. Nou, voor die leerlingen is een speciaal traject ontworpen. En wat voor traject dat precies is, daar ga ik vandaag achterkomen. Hans, wat is Econasium precies? Dat is een traject waarmee we leerlingen van de middelbare school, die het aan kunnen in ieder geval, proberen beter voor te bereiden op de universiteit. En dat is dan tweeledig. Eén is een pootje waarbij ze leren onderzoek te doen. En een tweede poot is een voorbereiding over wat kun je nou eigenlijk wel en wat kun je nou niet met economie. En daarmee kunnen ze dan beter leren kiezen of ze misschien naar een economische studie willen of juist niet. En Lex, wat voor voordelen heeft dit nou precies voor de leerlingen, zo'n traject? Allereerst vergroot het de kans dat leerlingen een universitaire studie met succes afronden. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En ze krijgen een aantal voordelen bij het vak statistiek. Overigens niet alleen in deze faculteit, maar ook in andere faculteiten. Het Econasium is een initiatief van Tilburg University, het O'Dulphus Lyceum en ons middelbaar onderwijs. De pilot die loopt sinds januari 2014 is dusdanig aangeslagen dat ook het animo voor het Econasium buiten Noord-Brabant groot blijkt. Daarom worden de meeste colleges ook online aangeboden, waarbij er gebruik gemaakt wordt van technische hulpmiddelen om de interactie tussen leerlingen en de docent in Tilburg intact te laten. Hey Hans. Hey Lieselot. Wat ik nou afvroeg, waarom zou een school ervoor kiezen om het Econasium traject te gaan volgen? Een school die het predicaat Econasium draagt, leidt daarvoor geschikte leerlingen beter op voor een universitaire studie. En in die zin zou de school zich dus beter kunnen profileren en ouders en leerlingen voor die school kunnen kiezen. Ja, want waar moet een school bijvoorbeeld echt aan voldoen om een Econasium te kunnen dragen? Een VWO-afdeling op een school moet economie aanbieden of MNO in elk profiel. En als laatste zou een enthousiast team ook fijn zijn op de school. Ja, uiteraard.